Je noemt Beyoncé. Zullen we Beyoncé gewoon even als voorbeeld geven, nemen even? Beyoncé heeft, wat was het, zondagnacht in onze tijd nog opgetreden bij de Super Bowl 50. Ja. En dan zie je ook daar weer meteen waarom ze zo groot is voor ons als publiek. En dan ben ik straks benieuwd waarom ze voor jou groot is. This famous crazy decision to release an album with all videos. You just might be a black Bill Gates in the making. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair. Ja, ik bedoel, het is maar een fragment van de show, van de grootheid van Beyoncé. Maar jij geeft aan, zij is in staat dus om zonder wat dan ook, komt ze met een nieuw album. En geen reclame, niks. Waarom kan dat? Ja, dat kan omdat zij Beyoncé is. Dat is eigenlijk het enige antwoord. Er zijn meerdere mensen die dit hebben geprobeerd. Die als verrassing met een album kwamen. En ja, daar hebben we verder nooit meer over gehoord. En Beyoncé doet dat. En neemt eigenlijk een nog veel groter risico door te zeggen... alle songs op dat album, alle tracks, daar heb ik ook een video voor. Wat dat album waarschijnlijk 15, 20 miljoen dollar laat kosten... En die gooit dat gewoon op de markt van hier is het en veel plezier ermee. Dat kan alleen een superstar zoals Beyoncé. Maar toch zo'n superstar als Beyoncé, die denkt daar wel over na. Want dat risico wat jij beschrijft en benoemt, dat weet zij. Ja. Die investering doen zij, 15 of 20 miljoen dollar van zo'n album... waar er allemaal videoclips bij zitten. Toch nemen ze dat risico. En wat voor gedachte zit daar dan achter? Doe los van haar grootsheid, want dat is natuurlijk, dat weten we dat ze groot is. Nou, ik denk dat de gedachte erachter was vooral artistiek. Dus zij wilde dat heel graag. Zij wilde dat album direct naar haar fans brengen. En ze wilde niet dat er eerst critici nog een keer mening over zouden kunnen hebben. Dus dat was geen businessbeslissing. Dat was geen zakelijke beslissing. Maar zodra zij dat besloten had, is haar hele team... Ze heeft een eigen bedrijf. Beyoncé is een entrepreneur. Beyoncé is niet alleen een artiest. Beyoncé is een zakenvrouw. Ze heeft een team van 20, 25 mensen om haar heen. Niet bij een ander muziekbedrijf, niet bij haar label, maar bij haar eigen bedrijf, dat heet Parkwood. En zodra zij die beslissing had genomen, werd dat hele team daar opgezet. En dan werd ervoor gezorgd dat album zo goed mogelijk in de markt kwam. Het is dat kleine twee weken geleden stuurde Beyoncé een persbericht de wereld in dat zij haar management heeft vervangen, want ze wil zich nog verder ontwikkelen. En onder andere Georgina Verbaan reageerde erop, nog verder ontwikkelen. Waar? Naar de maan? Hoeveel verder, hoeveel beter kan dat nog dan, denk je? Als je dit al kan doen. Nou ja, als je ziet wat ze nu ook weer in de Super Bowl doet. Dat is perfectionist, hoor. Ja, dat ze eigenlijk was zij niet de hoofdact, maar zij neemt dat helemaal over. En niemand heeft het meer over Coldplay. En helemaal niemand heeft het over Bruno Mars. Ja, ik denk dat zij nog veel meer kan doen. Ze gaat nu, wat ik heel interessant vind in de laatste clip... Gaat ze nu zich ook in de politiek mengen in de VS? Discussie over zwart en wit, ja, in Amerika. Het lijkt een hele simpele song, maar er zit heel, vooral de images zijn ontzettend diep. En raken de zwarte bevolking in de VS zoals geen song dat heeft gedaan, denk ik, in de afgelopen tijd. Dus daar ligt ook nog een heel terrein waar zij op kan. We hebben denk ik pas het begin gezien van Beyoncé.